een onheilspellend soort verstoppertje. Op het hoogste niveau, waarbij elke actie catastrofaal kan zijn. En grootmachten ongezien in elkaars territorium kunnen rondneuzen. In een wereld met steeds meer militair conflict stijgt ook de dreiging onder water. Potentiële vijanden investeren in meer en slimmere onderzeeboten met verwoestende wapens aan boord. In deze video leg ik je uit hoe wij een vijandige onderzeeboot kunnen opsporen en bestrijden. Voordat we gaan praten over het opsporen en bestrijden van onderzeeboten, ook wel anti-submarine warfare genoemd, eerst nog even in 50 seconden de nodige context. Want wat doen onderzeeboten ook weer en waarom? Startentijd. Allereerst zijn onderzeeboten voornamelijk bedoeld om informatie te verzamelen, door radioverkeer af te luisteren en activiteiten vast te leggen. Verder kunnen ze special forces afzetten bij een vijandige kust, mijnen leggen waardoor vaarroutes geblokkeerd worden en mogelijk zelfs datakabels of pijpleidingen op de zeebodem saboteren. De meest bekende dreiging van de onderzeeboot is de mogelijkheid om vanuit welke positie dan ook torpedo's af te schieten op schepen of onderzeeboten. Er zijn ook steeds meer onderzeeboten die lange afstandsraketten kunnen afvuren om doelen ver weg op land te raken. Sommige onderzeeboten kunnen zelfs kernkoppen afvuren. Een angstaanjagende gedachte waarmee we meteen bij de laatste functie zijn beland. Onderzeeboten kunnen als geen ander andere onderzeeboten opsporen en aanvallen. Wil jij op de hoogte blijven van onze video's? Ga dan als een raket op zoek naar onze abonneerknop. Onderzeeboten spoor je op door te luisteren, te kijken en te voorspellen. Laten we beginnen bij die eerste. Luisteren. Als ik boven water een geluid produceer, beweegt dat geluid zich door de lucht met een snelheid van zo'n 1224 km per uur. Maar als ik datzelfde geluid onder water maak, beweegt dat geluid ruim 4 keer zo snel en komt het dus ook veel verder. Onderzeeboten hebben passieve sonars aan de buitenkant zitten. Een soort oren waarmee ze heel goed kunnen luisteren. Op zo'n 100 kilometer afstand kunnen ze al een rammelend containerschip horen. En op enkele kilometers hele stille schepen. Dankzij een grote database aan geluiden weet de bemanning vaak al precies welk schip ze horen. Ook marineschepen, maritieme gevechtshelikopters en patrouillevliegtuigen kunnen luisteren onder water. Naast passieve sonars gebruiken deze drie doorgaans ook actieve sonars, waarmee ze een korte geluidstoon uitsturen die vervolgens tegen allerlei objecten weer terugkaatst. Hierdoor merken we het snel op als er een vijandige onderzeeboot in de buurt vaart. Alleen verraad je met het uitsturen van die actieve geluidstonen ook meteen je eigen aanwezigheid. Het opsporen blijft altijd afhankelijk van natuursomstandigheden en welke eenheden je beschikbaar hebt. Zo zijn bijvoorbeeld schepen lang inzetbaar, maar zelf erg kwetsbaar voor torpedo's. Zijn helikopters ideaal voor verkenningen op veilige afstand, maar juist weer minder lang inzetbaar. En valt het met onderzeeboten moeilijk te communiceren, omdat ze lange tijd van de radar zijn. Maar onderzeeboten kunnen wel het beste luisteren, zonder opgemerkt te worden. Alleen kan de vijandige onderzeeboot dat ook. Toch is het mogelijk voor onderzeeboten om elkaar te horen. Je kan oudere nucleaire onderzeeboten vaak beter horen omdat ze iets lawaaiiger zijn dan diesel-elektrische onderzeeboten. Terwijl die om de dag boven water moeten snuiveren om de batterij weer op te laden via de dieselmotor. Op die momenten zijn zij natuurlijk weer beter te horen en vooral te zien. Een militaire onderzeeboot heeft in principe geen ramen. En als ze die wel hadden, zou je op deze dieptes geen hand voor ogen zien. Dus wanneer kijken wij dan naar vijandige onderzeeboten? Diesel-elektrische onderzeeboten komen, zoals ik net al vertelde, om de dag boven water voor frisse lucht. Al is het maar een paar meter en in een onopvallende kleur, op dat soort momenten zijn ze wel te spotten. Door marineschepen, de periscoop van andere onderzeeboten, helikopters en zelfs satellieten.
Dit kijken naar onderzeeboten is onlosmakelijk verbonden met de laatste manier van opsporen: voorspellen. Bewegingen van een vijandige vloot worden eigenlijk constant in de gaten gehouden. En inlichtingen daarover worden met bondgenoten gedeeld. Zo is er een grote kans dat we weten welke vijandige onderzeeboot wanneer en vanuit welke haven is vertrokken. In sommige gevallen kunnen we zelfs voorspellen in welke richting de onderzeeboot zal varen. Dit valt bijvoorbeeld te herleiden uit eerdere bewegingen en de politieke situatie op dat moment. Nu weet je hoe we vijandige onderzeeboten kunnen opsporen. Maar wat als we er daadwerkelijk één tegenkomen? Wat we als allereerst kunnen doen is gewoonweg veel kabaal maken. Dit noemen we ook wel deterrence of afschrikking. Met onze schepen, onderzeeboten of helikopters sturen wij in dat geval een harde sonartoon uit. Zo laten we weten dat we er zijn en dat we de onderzeeboot in de gaten hebben. Hopelijk druipt hij dan snel af. Maar wat als hij niet afdruipt? Hij op je afkomt en misschien wel tot aanval overgaat. In uiterste gevallen kunnen wij torpedo's afschieten. Vanuit onze onderzeeboten, maar ook vanuit onze helikopters, M-fregatten en LCF's. Een torpedo stuurt zichzelf af op het vooraf bepaalde doel. En kan zijn route dus nog aanpassen als de vijandige onderzeeboot een onverwachte beweging maakt. De voorkeur voor het afschieten van torpedo's gaat uit naar onze helikopters, omdat die na het lanceren snel weg kunnen vliegen. Omdat de dreiging onder water zo groot is, worden er op het moment dat we dit opnemen maar liefst 2 nieuwe Nederlandse en 2 Belgische ASW-fregatten gemaakt. Deze moderne fregatten zijn helemaal toegespitst op het opsporen en uitschakelen van onderzeeboten. Bovendien kunnen ze zichzelf ook goed verdedigen tegen torpedoaanvallen. De onderzeebotenwereld is eindeloos fascinerend, ingewikkeld en vooral erg mysterieus. Ik hoop dat je voor nu globaal begrijpt hoe we vijandige onderzeeboten opsporen en bestrijden. Laat in de reacties jouw favoriete submarine film achter en vergeet niet te liken en te abonneren. Dag!